Voordrachtskunstenaar Stanley Sleingaard, met als pseudoniem Sombra, is op bijzondere wijze gewaardeerd door de Henry Francis Seal Stichting. Deze stichting heeft in verband met de 83ste jaardag van Sombra de gedichtenbundel 83 uitgebracht. 83 is een verwijzing naar de leeftijd van Sombra die hij gisteren 13 februari bereikte. Johan Rozer, voorzitter van Henry Francis Seal Stichting, zegt dat zij altijd een beroep op Sombra heeft kunnen doen voor hun activiteiten. Sombra is publiekslieveling. Sombra is een van de dichters van Suriname die nationaal en internationaal respect krijgt. En omdat hij jarig is en omdat wij ons dankbaarheid willen uitbrengen aan het adres van Sombra voor de bijdrage die hij levert aan de voordrachtkunst in Suriname, hadden we gedacht, wat zou beter zijn om werken die hij de laatste tijd heeft uitgebracht, om die werken te bundelen. En we hebben dat dus ook gedaan. Sombra, dis na jou cadeau. Sombra dis na jou cadeau. Nanga alale speci, unu lek orga e presteri jou. A laatste, a jongu, a moro jongu bundel fiu, because he me kwan tukba. En we hopen dat hij dan een bijdrage die doelever, dat hij kiest inspiratie voor bemorofara dan gaan we ook zij doen. Je nou een speciaal toe sranamang, je heb je eigen fasie van je doel zani, maar in alle den poema die de jaso, voor true true, je meki un sabi sana je identiteit. Als mina ben saba afesi, me sabe no. Dat je na true one koron man. En dat je chari kondre, if mi kan kar koron you kondre, je chari kondre atap van fasi. Pe u kan alamala kan te kwa exempre, u teek mota wan presi, fa e kan chara presi na je ede. Sombra, die heel veel gedichten op zijn naam heeft staan, zegt dat hij al van jongs af aan gedichten schreef. Zijn eerste gedicht, Sranang Peyu Ego, schreef hij in het jaar 1954. En na jaren van 1954, dan schreef ik een poema. Sranang Peyu Ego, na fessie even na baka. Ik heb een kijk op de tab de oma voor Sranang. Sranang, opo ai before Allati. De overhandiging van de gedichtenbundel 83 aan Sombra vond afgelopen zaterdag plaats in Dobro Osso aan de Van Rozenveldkade. Ruto Ravales, voorzitter van de Dobro Ravales Stichting, overhandigde Sombra een Lifetime Achievement Dobro Award voor zijn bijdrage aan de Dobro Avonden door de jaren heen.